Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van zaterdag 30 juni van Weerplaza. Op de satellietfoto's zijn weinige wolken te bekennen. Het is een stralende laatste dag van juni met veel zonneschijn. Vanochtend kunnen we nog genieten van de ochtendkoelte. De temperatuur ligt tussen de 16 en de 19 graden. Vanmiddag stijgt het kwik naar 24 graden in het noordwesten van het land... tot 30 op veel plaatsen landinwaarts. Daarbij waait een matige wind boven windkracht 3... Op de wadden waait de wind vrij krachtig of krachtig, windkracht 5 tot 6. Vanavond ligt de temperatuur tussen de 22 en 26 graden. Het is nog aangenaam warm om op een terrasje te zitten. Pas na middernacht koelt het af. En morgen kunnen we opnieuw genieten van veel zonneschijn. De zonkracht is wel sterk, dus dat betekent dat je gemakkelijk verbrandt. Bescherm je goed tegen de zon. Smiddags dus wordt het 24 tot 28 graden. Ook volgende week blijft het nog zonnig, warm en droog zomerweer. Maandag en dinsdag met veel zonneschijn. Woensdag zijn er wat meer wolken en wordt de lucht wat vochtiger. Maar het blijft voorlopig droog. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.